is eind juni. En vanaf vandaag vis ik weer met mijn beproefde methode. Een zwerfkorf met prokkelvietmaden. En op de andere hengel twee maïskorrels en een kattenbrokje. Brasem, 55 centimeter, op de maïs. Nou, hij is een beetje wild, ik ga hem terugzetten. Hele vrije vis van 60 centimeter precies. Precies 60 centimeter, zoals zoveel hier. En weer op maïs met een brokje. De maalden doen helemaal niks vandaag. Nou ja, dat kan je wel zo hebben. Achter. Het is een middag geworden met 1 brasem per uur. Nou, daar win je tegenwoordig wedstrijden mee op dit water. Ciao! Na een hittegolf van een paar dagen ben ik terug op het kanaal. Deze keer een paar kilometer verderop. Is goed vis weer. Ik ga hier een middagje viederen. Er waren vandaag geen maden te krijgen, dus vis ik op allebei de hengels met maïs en een brokje. 1 hengel op de voerstek en de andere net aan de rand of net erbuiten.
eerste is een kleine brasem. Vanaf de voerplek. En die is flink te pakken genomen. Door een roofvis, zo te zien. Nou, terugzetten en op naar de 60. Of beter nog, naar een PR. Maar dan moet ik boven de 65 uitkomen. We gaan het zien. Het is weer zo'n typische lage vaartsessie geworden, met één brasem per uur. Ja, liever zou ik in de polder vissen, maar het riet staat daar 2,5 meter hoog en op mijn stek 5 meter breed. Dan kan je natuurlijk een stek gaan hakken, maar zomers is dat niks. Het wordt daar bloedheet, want het waait niet tussen het riet en je voelt je alsof je in een isoleercel zit, of in een sauna eigenlijk, dus dat is niet lekker vissen. En mocht je eindelijk een grote vis vangen, dan krijg je er gratis 3 kilo waterplanten bij. En dat is ook niet mijn manier van vissen. Dus ik zal het hiermee moeten doen. Ik ga eens nadenken over de volgende stek. Tot de volgende keer. Ik heb een haat-liefde verhouding met de hoge vaart. En daarom ben ik er weer terug. Na ongeveer een maand. De vorige keer was het slecht. En sindsdien heb ik alleen maar nog slechtere berichten ontvangen. Maar goed, ik hou van een uitdaging. Dus ik wil voor mezelf vaststellen hoe het nu is hier. Ik heb weer maden bij me voor de korfhengel. En ik heb de Procalfiet iets aangepast. Waardoor de kleur nu wat donkerder geworden is. Nou, er zit nog brasem in de hoge vaart. In ieder geval één. Het is 1 uur 's middags en ik ben precies 1 uur aan het vissen. Tot nu toe 1 aanbeet. Dat was die brasem, gevangen op mais met een brokje natuurlijk weer. Gek genoeg helemaal niks gezien tot nu toe op de maden. En wat me ook opvalt is dat hoe ver ik ook kijk, naar links of naar rechts, ik zie helemaal geen watervogels. Niks. Geen futen, geen eenden en zelfs geen meerkoetjes. Het enige bewijs van leven hier is een beetje speldaas in de kant. Verder helemaal niks. Nou ja, of dat goed of slecht is, weet ik niet. Dat... weet ik over 1 uurtje of 2. Tot straks. Nou, de tweede brasem lijkt een kopietje van de eerste. Ze zijn er jammer nog niet zo groot als op de lage vaart, maar ze zitten er dus wel. Ook weer gevangen met mais trouwens. Hij gaat terug. Het
is weer net zo slecht als een maand geleden. Hopeloos. 2 brasems in 3 uur tijd. En op de maden alleen maar last van hele kleine visjes. Zo klein dat zelfs 2 maden te veel is. Je haakt ze niet, gelukkig maar. Maar goed, ik blijf toch nog even een uurtje zitten. Zo warm dat ik er toch ben en het is lekker weer. Tot straks. Plotseling beginnen ze trek te krijgen in prokofietmaden. Beetje laat. Maar goed, beter laat dan nooit, hè? Toch nog een klein brasempje. En zo waar op de maden. De laatste uur kwam er nog een schooltje voor en voorbij. Want ik ving er na een handjevol achter elkaar allemaal blankvoren. Wat eigenlijk best verrassend is. En allemaal zo rond de 15 centimeter trouwens. Ik wou zeggen wat verrassend is, want vorig jaar op deze stek heb ik me helemaal suf gevangen aan maatse rietvoren. En die zie je nu helemaal niet. Nou, ik ga opruimen. Ik denk dat ik de hoge vaart nog 1 kans geef de volgende keer. Tot dan. Een maand geleden was het helemaal niks op de hoge vaart. Vorige week ook niet. Dus vandaag wordt het de laatste kans voor deze zomer. Het water is niet overdreven helder vandaag en het stroomt een klein beetje. Moet kunnen. Dit wordt echt te gek. Ik weet dat ik niet kan vissen, maar ja, het is niet meer leuk. Sorry. Vandaag heb ik het absolute dieptepunt bereikt van mijn visserij op de vaarten in zuidelijk Flevoland. Het aquatisch systeem hier is volledig aan het instorten. En als je wil weten hoe dat komt, kijk dan even hier op de Facebookpagina van Karper Snoek. Het is te triest voor woorden. Tot de volgende keer.